voor Nederland in de vijfde set. Daar komt de setup en daar is een heel aardige bal van Buijs. Maar wordt niet verzilverd. En dan, prachtige rally. Buijs, oh, in één keer over het net gespeeld. 12-9 wordt het voor Nederland. En dus een geweldige vijfde set. Sloetje serveert bij een stand van 13-10. De setup aan de kant van Azerbeidzjan en een goed blok. En dus opnieuw een rally. In een zinderend Baku. En Sloetjes weer. En dit punt gaat naar Nederland. Overtuigend. Lonneke Sloetjes. 14-10. Matchpoint voor Oranje. Matchpoint nummer 4 in de partij bij een stand van 14-12. De Cruijff. En zij verzilvert het matchpoint. 15-12. Hey, vandaag met 3-2 van Gastland. Azerbeidzjan gewonnen. Wat een strijd. Ik ben kapot. Ik ben mijn stem kwijt. 89, 90. Hey Robin! Ik had je niet horen aankomen. 92, 99. Het was wel gaaf voor jongens om te zien. Ja, jij zei op een gegeven moment, het is wel een mooie wedstrijd. Het is een mooie wedstrijd, ja. Net het 4-6 zei je dat. Ja, maar toen dacht ik nog dat we die 4 ook verbinding kunnen houden. Daarna ben ik wel een beetje zenuwachtig. Maar ik heb het vertrouwen niet verloren. Laatste ontbijtje hier. Kijk, voor de EK-finale. Oh, ik strak er bijna over de schoonmaakster. Bij het hotel, kijk, eerste dag is alles super lekker. Super uitgebreid buffet, echt top. En nu die laatste dag denk ik, oh, kom mijn neus uit. Oh. Ja, maar dan heb je wel je ritueel. Zilver voor Oranje. De eerste prijs onder leiding van de Amerikaanse bondscoach Jamie Morrison. Nederland begint stroef in de finale. De eerste set gaat met 25-20 naar Servië. De tweede met 25-22. Dan dreigt er net zo'n scenario als in de groepsfase toen Nederland met 3-0 onderuit ging tegen Servië. Toch richt Oranje zich op in de derde set. Het wordt 25-18. Maar in de vierde set zijn de Serviërs weer beter en pakken ze de Europese titel. En dat betekent matchpoint voor Servië. Zivkovic, Boskovic, ja. Natuurlijk moet zij het afmaken. En Servië wint met overtuiging. Kwam één zet aan het wankelen tegen Nederland. Maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Goedemorgen. Hey. Heb je lekker geslapen? Ja, man. Fucking vroeg, sorry, mag ik niet zeggen. Een keer is oké. Okay. Het is ook zo vroeg. Ik gooi te ellende. Maar wel lekker op naar huis. Volleybalvrouwen tijdens het Europees kampioenschap in Baku. Geef ze daarom een daverend applaus. Celeste Plak, Laura Dijkema en Robin de Kruijff. En de FaceTime natuurlijk met de... Eindelijk weer thuis. Lekker vertrouwd op de bank. Het was een lang toernooi met veel ups en downs. Ik denk dat uiteindelijk de teleurstelling van niet eerst te worden, dat
is nu plaats aan het maken voor trots dat we gewoon tweede van Europa zijn. Nu heel even wat rust en dan gaat iedereen weer terug naar de clubs. Om dan uiteindelijk volgend jaar mei weer bij elkaar te komen voor het volgende zomer met het nationaal team. En dan meer toernooien en meer avonturen weer. En in ieder geval, tot dan!